Toch na een aantal coronajaren dat het niet kon, heel blij dat we nu wel weer een volwaardige editie kunnen hebben, ja, van het Glazen Café. Van vanavond begint het al met de speciaalbieravond die nu onderweg is. Vrijdagavond hebben we bijvoorbeeld een pubquizavond. Zaterdagavond is de klapper van het weekend met de grote veiling, met veilingmeesters Let & Let. En we sluiten zondag af, ook nog verschillende activiteiten, maar uiteindelijk 6 uur 's avonds sluiten we af en maken we de bedragen bekend wat ingezameld is en wat naar de goede doelen gaat. Stichtingen, verenigingen hier in het dorp die hebben een aanvraag kunnen doen. En als die is goedgekeurd, dan gaan ze meer als genomineerden. En dat gaat bijvoorbeeld van de EHBO, die vraagt voor nieuwe kasten voor de AED's in het dorp. En dat soort doelen, daar doen we deze actie voor. Ja, vandaag hier bij het Glazen Café, een speciaal bieravond. Onze biertjes te koop zijn, alles voor het goede doel. Dus een percentage van onze muntverkoop gaat ook naar het goede doel. Ik vind hem heel belangrijk in verband met nabuurschap, met elkaar. We hebben een bierbrouwerij sinds een jaar of 3 ongeveer, zitten wij in Enter. En het is een uit de hand gelopen hobby eigenlijk meer. En wij zijn heel blij om hier vanavond te zijn natuurlijk. En ik dacht altijd al, ik wil een keer wat voor mezelf gaan doen. Wat weet ik nog niet, maar ik wil een keer iets, een bedrijf of iets zelf gaan opzetten. En toen heb ik een schetsboek gepakt, ben ik gewoon een bieretiketje gaan tekenen. En toen op een gegeven moment dacht ik van, dit moet het worden. En waarom dan bier? Nou ja, ik hou wel van een biertje. We zijn met z'n tweeën, Jaap en ik. En we staan ook op het etiket met onze namen, dus dan weet iedereen wie wij zijn, Jaap en Koen. En we doen alles zelf, dus alles in eigen huis. Alles ook in eigen beheer, dus daar zijn we heel trots op natuurlijk. De vorige editie was een recordopbrengst van €30.800. Ja, ik durf haast niet te dromen dat we daar weer over ingaan, dat zou heel mooi zijn. Als we alle goede doelen in ieder geval kunnen helpen, ben ik al wat tevreden hoor. Maar ja, 31.000 klinkt altijd goed natuurlijk. Je kunt hier ook langskomen en een verzoekje doen. We maken ook radio. En een verzoekje levert natuurlijk ook weer geld op. En daarnaast kun je vooral met de veiling die zaterdagavond is. Dan gaat het echt om de grotere bedragen. Hele mooie items gaan over de toonbank, zeg maar. En daar verwachten we wel de meeste bijdragers van.